Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Hoe gaat het ermee? Ik hoop dat alles goed gaat. Het is vandaag tijd voor e-voetbal. E-voetbal? Waarin we wat minder hard gaan natuurlijk op de big time, want we proberen gewoon hier het livestreamen vol te houden. En ik heb, om eerlijk te zijn, al mijn budget naar het onderhoud van het leven gegooid. Van ook alles wat hier gebeurt. Gaan we wel de Player of the Week openen. En we gaan natuurlijk ook even een reviewtje doen all around the board, as always. En dat is een Player of the Week van 18 mei 2023. Nou heb ik ook nog iets heel leuks om mee te spelen. En ben ik op zoek naar de juiste player skills, want ik krijg nog altijd 1 miljoen keer Scotch Move. Ik krijg nog altijd 1000 keer Scissor Find. En dat zijn player skills die ik niet wil trainen op een speler. Het voelt toch een beetje rigged, ook al zeggen ze dat alles evenveel kans hebt. Daar geloof ik dus helemaal niks van. Maar wie weet hebben we een leuke toegevoegde waarde in deze Play of the Week, waar ik best wel hyped over ben. Want ik ben echt de meest ridiculous formatie aan het spelen op dit moment. Dus gaan we even kijken of we ook die speler of een speler daarvan kunnen packen. Het zou heel leuk zijn. Dit is de Play of the Week van deze week. Met Edgar Badia, met Coates, met Eze, zijn tweede keer als centrale middenvelder. Met Ganso, ik bedoel Ganso, volgens mij noemden ze hem altijd Ganso. Met Estupinan, met Doku, de Belg is dat volgens mij. Igor Paixão van Feyenoord. Igor Paixão. Alex Baena. Bremer. Gnabry. En Lewandowski. Gnabry die een spits is. Ik weet niet eens of hij standaard in een spits kan spelen. Het is een beetje een nadeel, want heel veel plekken, heel veel databases worden niet geüpdate. En dat is annoying, dat die databases niet geüpdate worden. Maar als ik kijk naar Play of the Week, rechter middenvelder Gnabry, dan kan hij normaal niet centraal spelen, Gnabry. Dus dat is best wel cool. I like that. Maar Lewandowski is er ook weer bij. Alleen Lewandowski is genervd, dus ik verwacht niet zoveel. Dus eigenlijk zijn we er, denk ik, ook wel weer best snel doorheen. Wat lekker, Darkhound. Was je lekker bezig geweest. Edgar Badia, kunnen we heel makkelijk en heel snel over zijn. De man is 1,82 meter, 30 jaar. Ben je geen fan van hem? Of niet echt letterlijk dat je hem support of zo? Van je favoriete team of wat dan ook? Verwacht het niet bij heel veel mensen. Dan heb je er niet zoveel aan. Kijk, een Noppert was ook 90 rated van het WK. Maar dat vind ik super vet. Want het is freaking Noppert en zo. En hij was toen even hype. En was toen allemaal cool. En hij is 2,02 meter. Wat überhaupt uniek is. En dat je dan een 90 rated versie krijgt. Dan is dat cool. Want die is normaal een stuk lager. Maar ja, voor de rest, hij heeft niet veel met zich mee. Parrying reflex is best wel goed. Hij is niet groot, though. En alles valt tegen. Goed om te horen, Darkhound. Coates is de man van 1,96 meter. En die is wel echt huge. 1,96 meter. Hij is 92 kilo, maar is een beetje traag. 65 acceleration is niet helemaal chill. Zijn defensive stats zijn gewoon rond de 80. En zijn fysiek is hoog. Zijn jumping is niet hoog. Maar hij heeft wel aerial superiority. En acrobatic clearance. Dat heeft hij wel. Hij is een 4-sterren speler. Dus zelfs als zou je hem packen, kan je hem ook niet weghalen voor een 10-dagen contract. Voor spelers die je misschien al een jaar hebt. Hij heeft wel alle play skills die je wil volgens mij. Acrobatic clear, aerial superiority, sliding tackle blocker. Dus wie weet kan je er nog wel wat leuks mee. Zijn controle is best oké. Zijn passing is best oké. Ja, 82 jumping eindigt hij op. Hij kan dan ook weer niet super hoog springen. En ik denk dat hij gewoon te traag is. En Eze was volgens mij de vorige keer een 93 rated holeplayer. Maar dan moeten we dan even gaan vergelijken. Alleen de websites zijn nog niet geüpdate. Want niemand maakt dit nog uit, zeg maar. Dat is heel grappig. Passmaster wordt niet geüpdate. eFootballDB wordt amper geüpdate. Zo nu en dan duurt dat ook langer. Dan moeten we naar eFootballHub gaan. En dan zullen we daar maar even gaan kijken. Dit is de nieuwe Ace. En dan gaan we even comparen met de andere Ace.
De ace die we al kennen. Moet ik dan op enter drukken? Ik moet dan op enter drukken. En dat is deze. En dan zien wij inderdaad dat de 93 rated ace 1 punt hoger had daar, 1 punt daar, 2 punt in passing, in lofted pass, in finishing. Oftewel, hij is volledig genurfd all around the board vergeleken deze ace die zelfs 97 rated of zelfs 98 rated op linksvoor was. 96 op AMF. Deze is eigenlijk 94 op AMF met de stats die hij nu heeft. Ja, ik ben altijd op zoek naar redelijk lage rateds. Want voor mij, in mijn optiek, wordt hoe hoger de overall rating is van je spelers en je zet dat allemaal in één team, hoe meer je wordt genurfd, zeg maar. En dan is dit best wel alsnog een verborgen legend. Is het gewoon echt een goede type speler. Dus daar ben ik wel heel fan van. Maar 93 overal zou ook niet erg zijn natuurlijk, want dat is ook laag. Alsnog goede dribbling, alsnog alles heel goed. Playerskill kunnen we hier niet vergelijken, zo te zien. Dus playerskills weten we niet of het daar wat anders is. Dan moet ik een beetje te omslachtig gaan kijken naar de playerskills. Maar deze heeft in ieder geval first time shot. Alleen volgens mij had Jander dat ook. Ook kan deze de Neymar-rol nog altijd. Dus mocht je de eerste niet hebben gehad, heeft deze punten minder. Ziet het er alsnog goed uit op papier. En ik ben op zoek naar holeplayers. Dus ik hoop stiekem Ace nog te kunnen pakken. Want de vorige keer lukte mij dat natuurlijk niet. Dan hebben we Ganso, de klassieke nummer 10. Die nog bij Brazilië speelde toen hij mid-20s was. In het nationale elftal bedoel ik dan. Ja, leuk dat hij het nog goed doet hoor. Maar zoals je ziet, uithangsvermogen valt tegen. Snelheid valt tegen. Hij kan niet de lucht in. Hij heeft wel redelijke controle, maar moet het vooral hebben van zijn passing. Low lofted pass, weighted pass, true passing, one touch pass. We hebben het allemaal. Ik denk niet dat je hier ooit effectief mee zou kunnen zijn. Het is wel een 5-sterren speler. Dus ook als je hem pakt, kan je hem weghalen voor meer GP, maar ook voor 10 dagen contract. Maar nee. Ja, ik weet niet wat we daarmee moeten. Estupinan is relatief snel een offensive fullback. 1,75 met 80 jumping en 78 physical contact. Is best netjes. Ook de 76 balans. Dat is best wel hoog bij de tegen de 80 gaan. Sommige mensen willen één extreme zien. Maar ja, hij is best wel allround. Hij is best wel cool. Hij is snel. Heeft veel dribbling. Heeft veel passing. Heeft defensief. Heeft hij dat cool. Looks very nicely. Maar niet over de top. Of wat dan ook. Dus dat is jammer. Voor mensen die met een winger spelen. Is Doku misschien wel fijn. Het is een hole player. En heeft Doku niet al eerder play of the week gehad? Waar is de donatie goal voor? De donatie goal? Deze donatie goal. Om mijn livestreams in leven te houden. En mijn werk in leven te houden. Doku. Oh. Nee, dit is de allereerste. Holy shit. 92 overal. En de vorige kon ook op 92 max deze. Oh. Maar ja. Die is dan met een shortcut 92 rated. En deze wordt dan wat meer allround geboost, zeg maar. Dat is wel vet. Alleen die andere kan je playskills aan leren en deze niet. Maar deze kan ook de Neymar-rol. Doku kan ook de Neymar-rol. Hey, first time shot ook nog. Zal vast een playerskill erbij ook hebben gekregen. En dat is best netjes. Een leuke dribbelaar. Kan alleen wel over de flank. Ben ik normaal niet zo fan van dat het puur over de flank kan. Zoals deze guy van 1,68. Bijna even groot als Diego Armando Maradona. Igor Paixão heeft waarschijnlijk geen gameface. Nee, precies. En heeft long range curler, cut behind and turn, chop turn, sombrero, scissor find. Nog steeds gefeliciteerd, Feyenoord fans. Goed gedaan. De top speed en acceleration is best netjes. En de dribbling is ook best netjes. En de rest is allemaal allround. Zit allemaal 70 plus. Ja, dat is denk ik beter dan dat je denkt. Ook zijn finishing zit tegen de 80 aan. Zijn kicking power is 80. Zijn passing is 70 plus. Zijn jumping en heading en physical is allemaal midden 70 tot net in de 70. Balans 80. Stamina 80. En zelfs set piece taking. Weirdly allround. Maar wel heel cool. Ik vind dat heel vet. Maar niet iets wat ik heel effectief zou gaan gebruiken per se.
En dan hebben we Alex Baena van Villarreal, volgens mij. De man is 1,75 en heeft een best mooie speed en acceleration combo. Leuke dribbling, goede passing, hoge finishing voor iemand die middenvelder is. Is hij standaard een middenvelder, Baena? Wat is hij standaard? Dit ziet er namelijk echt super goed uit. Dit is een beetje omslachtig hoor. Dit is allemaal, maar als ik Baena doe, hoop ik hem te vinden. Ja, hij is normaal een linksvoor, joh. Hij is normaal een linksvoor, maar wel een holeplayer. Is hij standaard ook? Oh mijn god. Vandaar, zijn finishing is echt hoog. Hij is 69. Maar die kunnen we wel, we kunnen deze wel max level doen. Dit is het hoogste dat die kan, zeg maar. De standaardkaart. Nou, zelfs dan heb je een mega boost natuurlijk. Ook defensief is het echt extreem geboost. Het is een 95 rated AMF, een 95 rated LMF en het is een 95 rated LWF, de nieuwe Baena, deze. Hij heeft Marseille turn acrobatic finishing, first time shot, one touch pass through passing. Dus ook centraal op AMF en zo is dat echt amazing. Maar ook op CMF is dat best amazing, want zijn tackling en zo zit bijna tegen de 70 aan. Is hij in een leuke vorm? Hij heeft high weak foot accuracy en is in standaard vorm. Geen inconsistent of wat dan ook. Dan vind ik hem best netjes. Behalve dat ze fysiek en heading niet 70 plus zijn. Dus ik zou hem eerder op aanvallende middenvelders zetten deze. Maar supergoed. Dan hebben we Bremer. En Bremer is 1,88 meter. 25 jaar. Redelijk speedy. En heeft aerial superiority, sliding tackle en acrobatic clearance en interception. Maar geen blokker. Dat is jammer, want daar kan je ook niet bij leren. Dus dat is voor mij een essential als je met zo'n speler wil spelen. Heeft 77 speed, 73 acceleration en heeft defensief alles 80 plus. Beetje underwhelming in mijn opinie. Ook balans heel laag, ook zijn controle heel laag. Heeft ook in passing niks speciaals. Klein beetje underwhelming, Bremer. Dus ook dat is niet zo wauw. En dan hebben we Gnabry. En omdat die in de spits speelt, heeft hij hele andere type statistieken, I guess. Heeft altijd long range curler en long range shooting. Ik ben wel even benieuwd wat hij standaard heeft. Of wat zijn RMF heeft. Ja, daar ben ik wel even benieuwd naar. Zijn RMF, player of the week, die had 90 acceleratie met 84 topspeed, met 82 kicking power, met 71 jumping, met 72 fysiek, met 91 balans, met 76 stamina, 81 curve, 75 place kicking. Ah, kijk. Oftewel, offensive awareness is plus 4. Finishing is plus 3. En sommige dingen zijn weer naar beneden gegaan. Tight possession is wel hoger. Dribbling is lager. Oftewel, deze is wat meer allround. Maar hey, die kan sowieso niet centraal spelen. Dus ja, dat. Ja, mijn controller die disconnect weer een beetje. Oftewel, die kabel is nu al broken of iets. Of het is het apparaatje waar dit aan geconnect zit. En ik denk dat dat is. Wacht even. Laten we kijken of dit beter werkt. De USB-hub, die hield ermee op. Dat is een cheap USB-hubje. Sander, hoe is jouw week tot dusver? Deze week gaat best lekker. Hoe gaat het met jou, Luca? Hoe gaat het met jou? Okidoki. Serge Gnabry is dus iets minder in bepaalde statistieken. Maar voor iemand die goalpoacher is en in het midden kan spelen, heeft hij genoeg offensive awareness. Is hij leuk speedy, leuke controle, goede finishing. Heeft de skills ook voor het finishen. Dus dat is ook heel fijn. En outside curlertje. Wat zou zijn weak foot usage zijn? Even kijken. Weak foot accuracy bedoel ik. Is very high. Hij is ook bijna tweebenig. En ja, ik zie weinig fout hieraan. Ondanks dat de statistieken wat laag zijn, best wel cool. En Lewandowski, die is nog 96 overal net aangetikt, omdat zijn offensive awareness en finishing heel hoog is. Maar daarentegen krijg je minder dribbling dan vroeger. Krijg je minder snelheid en acceleratie dan vroeger. En dat is best wel een beetje kut. Dat is best wel een beetje kut. In mijn opinie. In mijn opinie is dat best wel een beetje kut.
Oh, je bent maandag bij de huldiging van Feyenoord geweest. Wat cool, wat cool, wat cool. Ik moet even mijn camera wat omlaag zetten. Is dat beter? Dat is beter. Gewoon gefixt. Easy fix. Maandag ben je bij de huldiging geweest van Feyenoord en nu lekker vrij van werk. Ja, en vanavond ga je naar Festien. Cool. Heel vet. Lewandowski, heeft hij een gekke skill erbij? Nou, dat zien we ook zo. Even kijken, hij heeft one touch pass erbij. Toch, als je al een tijdje in voetbal speelt, dan heb je al een hele lange tijd een betere Lewandowski kunnen krijgen. Heb je al een tijdje een betere kunnen krijgen. Dus, wat zijn mijn tier 1's? Mijn tier 1's zijn eigenlijk Gnabry, Alex Baena en Eze. Dat zijn de drie spelers waar ik echt tevreden mee zou zijn. De Play of the Week is heel tricky namelijk. Maar er zitten een aantal echt toppers bij. Igor Paixão zou ik gewoon wel leuk vinden. Want hey, Feyenoord. Ook voor de Feyenoorders onder ons. En daarna denk ik dat Doku wel vet is. Ook al speel ik niet met flankspelers. En Bremer. Dat is op dit moment wat ik denk. Estupinan is ook nog wel oké. Ganso. Weet je wat? Tier 1 Ace, tier 1 Baena, tier 1 Gnabry. Tier 2 Doku en Igor Paixão. En Estupinan. Tier 3 Bremer, Lewandowski. En tier 4 Ganso Coates. Tier 5 Edgar Badia. Dat is wel echt de slechtste speler die je kan hebben in deze pack. En niet omdat ze overal rating het laagst is natuurlijk. Dus we hebben 4 kansen. En dan hoop ik naar Spanje te gaan. Naar Alex Baena. Ik denk dat wel echt mijn tier 1 is, zeg maar. Degene die ik het liefst wil hiervan. Maar als we naar Spanje gaan, dan kunnen we ook, als het goed is... Is dit Spanje? Ja. Dan kunnen we of de keeper krijgen, of Lewandowski, of Alex Baena. En dan hoop ik Alex Baena als eerste te krijgen. Daarna Lewandowski en dan Edgar Badia qua tier. Als we naar Spanje gaan. Gaan we naar Italië? Dan is het Bremer. En dat is leuk. Gaan we naar Brazilië is het Ganso. Gaan we naar Eredivisie is het Igor Paixão. Gaan we naar de Premier League is het sowieso Eze. Nee, dan is het Estupinan of Eze. Oh, Premier League, dan hopen we Eze. Please, Eze. Portugal is Coates. En Others Europe is Gnabry. Dus heel veel 1-1-1. Ja, Bremer is maar 25 jaar. Ik raak steeds in de war met iemand anders. Met bijna een soortgelijke naam. Een centrale verdediger. Maar dat is echt jaren geleden dat hij daar speelde. Well, let's hope. We will find something more. Er staat remaining 2? Hebben we 2 gratis gekregen? Mogen we 5 spelers hieruit halen? Oh my god. Volgens mij mogen we hier 5 spelers uithalen. Dan is de kans op iets goeds alleen maar beter. Maar die Ace hebben ze dan stiekem zo gedaan. Oeh, het is Ace of Estupinan. Yes! Daar is hij. Deze is 4 sterren. De andere Ace was 5 sterren. Maar dat is alleen maar goed, de 4 sterren. En Marlon, dankjewel voor de 62 maanden. Would you look at that? 2 sub-anniversaries in a row. Ik heb geen tijd gehad om net voor de stream dat in te stellen. Ik ga dat zo meteen doen wanneer ik ga eten en zo. Daarna. En daarna ga ik weer live streamen. Dat was mijn plan. Holy shit, dit is precies wat ik wou. Marlon gaf mij geluk. Ik wou deze versie van Ace, want ik heb de 93 rated Ace niet. En hoe lager rated het, maar wel alsnog goede stats op papier. En ik vind het prima stats nog steeds op papier. Hoe beter voor mij. Deze Ace zou ik alleen wel echt AMF doen. En de andere zou ik CMF doen. Maar inderdaad, je krijgt 2 free. Eentje van de cup en eentje van de login, I guess. En dat betekent dat we extra kans hebben. We hebben nog 4 kansen voor Alex Baena. Want ik ben echt iets grappigs aan het doen gewoon. Ik speel deze maand niet zo serieus. En ik ben op zoek naar hole players. Mensen die de gaten induiken. Klinkt misschien een beetje raar. Maar ja, als we nu ineens naar de Spaanse league gaan. Nee, we gaan naar Gnabry. Oh my god. 2 packs. 2 tier 1 spelers. Holy shit.
Holeplayer Gnabry. Eentje die centraal kan spelen. Altijd leuk. Kan je altijd leuk integreren in je team. Ik vind het echt leuk dat Serge, de Duitser. Hij heeft wel iets minder haar tegenwoordig. Zie je dat? Dat is een recente foto van onze ex-Arsenal-speler. Easy Aze. Nee, het is Serge Gnabry. 94 rated. En wat meer spits gemaakt. En dat vind ik heel erg cool. Oftewel, we hebben twee packies en we hebben twee tier 1 spelers. Dus er bestaat nu een hele kleine kans dat wij Alex Baena weten te packen. Maar dat is de speler die ik het meest wil. Deze Alex Baena heeft wel geen gameface, maar dat maakt me niet uit. Maar daar hebben we nog drie kansen voor. Dus we hopen naar Spanje te gaan. En Spanje, daar zitten drie spelers in. Dus Spanje kan Lewandowski, Alex Baena zijn. Of het is die keeper. En er bestaat een grote kans dat het Spanje is, maar het is Bremer. En ik weet niet of ik Bremer ga gebruiken. Dus mogelijk gaat hij weg voor contracttickets. Denk ik wel. Ja, ik denk dat het contracttickets worden voor Bremer. Alright. It's time voor nog twee kansen. Come on, boys. Het is tijd voor Alex Baena. Ja, dat moet wel toch. Ik krijg ze alle drie. Alle drie de spelers die ik wil krijgen. Na zo'n kutweek vorige week gunnen ze mij gewoon alle drie de spelers die ik op mijn toplijstje heb. Eén van de drie. Het is Lewandowski of Baena. En het is hem. Ja. Het is hem ook nog. Oh my god. Het is hem ook nog. Holy shit. In de regen. Nou, dan gaan we ook lekker door met mijn troll squad. Waar ik niet serieus mee speel. Maakt ook niet uit of we winnen of verliezen. Want we hebben ineens weer een impuls aan holeplayers erbij. En daar was ik zeker naar op zoek. Ik heb geen doelen hier meer. Ik heb alle drie de spelers die ik wil. Dus wat we gaan doen, is we gaan... Ik heb even een paar packies kunnen openen hier van deze big time moment. We hebben een rehash, Matheus, Rummenigge en Beckenbauer. Nou heb ik daar alleen Matheus niet van, want Matheus wil nooit eruit komen. We hebben Game Changing Pass, een nieuwe player skill in deze game. En wat doet de Game Changing Pass spelers? Spelers uit deze pack, oftewel deze drie spelers met Game Changing Pass, die kunnen extra passing accuracy krijgen wanneer je in de tweede helft gelijk staat of aan het verliezen bent. Dan krijgt die speler ineens een boost in passing. Dat zijn deze drie spelers. Ook een paar kunnen proberen met coins die we nog over hadden, zeg maar, van een tijdje geleden. En Nakamura is wel mijn op één na favorietste. Big time, die er aan zit te komen. In de hele database hebben we, zeg maar, genoeg big time kaarten die er aan zitten te komen. En ja, zoals je weet, omdat het financieel ook eventjes helemaal ging, zijn we aan het besparen. En het enige waar ik eigenlijk uitgaven aan doe is dit, aan eFootball. Maar zelfs dat ga ik nu niet doen. Niet veel in ieder geval. Wil je dat wel zien, dan kan dat alleen met een specifieke donatie hier naartoe. Dat je doneert en zegt van, come on, laten we het proberen. Want verder kan ik het op dit moment dus niet veel gaan proberen. We hebben Nakamura. Dat is dus, was eigenlijk mijn op één na vetste kaart. Want Nakamura is gewoon echt een hele vette speler. Maar de speler waar ik nog wel voor zou gaan is deze, David Beckham. Deze centrale David Beckham is de kaart waar ik het meest voor zou gaan. En Nakamura is mijn tweede prioriteit van alles wat op dit moment in de database zit. Want ik heb al een Nakamura, maar deze Nakamura is van Celtic. Een vrije trapje tegen Manchester United. Ik zal het maar voor Manchester United fans niet laten zien. En hij kan tot een hele mooie level 30.
En dat is een hele vette kaart natuurlijk. Deze heeft one touch pass en true passing en zo. Dat heeft die andere niet. Die andere heeft long range drive en long range shooting van Yokohama Marinos, waar die nu 35 jaar is. Was dat moment dat hij 35 was. Tegenwoordig is hij 43 of zo. En is hij net met pensioen. Die Japanners die kunnen echt voor altijd doorgaan. En deze Celtic big time is dus wel cool. Daar heb ik ook een paar voor geprobeerd, maar we kregen Sterling, helaas. Maar echt een paar voor geprobeerd. Maar in plaats van een Play of the Week openen, ga ik nog één keer... Shinji Ono ook heel vet trouwens natuurlijk. Feyenoord Shinji Ono. Daar kan je een hele allround kaart van maken. Deze Kazuyoshi Miura, de jonge versie bij Santos, dat hij heel jong is. Hij speelt nu nog steeds en is iets van 55 jaar. Die is slechter dan zijn J-League Epic die ik heb. Dus dat is een beetje meh. Maar deze twee zouden heel cool zijn. En we gaan gewoon nog eentje proberen. Want we hebben die 100 coins. En dan gaan we hier eentje proberen. En dan hebben we nog een gratis try voor de Game Changing Pass. En dat is het. En dan gaan we player skills proberen te krijgen online. Yo, what up Julian? How's it going? How's it going? Mentaal gaat steeds beter. How you doing? Ik heb een goede week op dit moment. Ik heb een goede week. Well, that's not a Nakamura's. Dus helaas voor Nakamura's. Kunnen we nog een game-changing pass meekrijgen? Kunnen we hem klutchen met een gratis packie? Ja, wie zou je willen hebben? Bellingham is natuurlijk best wel cool. Jude Bellingham, wel in zijn Engeland kitje. Want ja, Dortmund zit er niet in. Dus clubloos. Verratti is niet clubloos, maar is altijd toch nog een beetje meh. En wat doet een actieve pass? Kroos vind ik wel altijd heel vet. Toni Kroos. De Duitser. Well, who knows? Wie weet heb je wel dat geluk en pak je er een. Maar nee, dat hebben we niet. Oftewel, dat is hem voor mij voor deze week. Wat betreft die spelers. En dan hebben we nog Napoli. Want de Napolitanen hebben voor het eerst sinds Diego Armando Maradona hebben ze de competitie gewonnen. In totaal kan je als het goed is 3 packies fixen. En dit zijn speciale overwinningskaarten of zo. Met allemaal confetti. Want Napoli die heeft het kampioenschap gewonnen. Ja, daarom. Die Lobotka die zou ik nog wel willen trouwens, maar... Oh, hij is wel een standaard voor mijn Very High Weak Foot. Die Lobotka, daar kan ik nogal wat leuks mee. Voor mijn main formatie, maar niet troll formatie. Kvaratskhelia is altijd wel even cool om te checken. En Osimhen ook. En die Lorenzo is ook wel vet. Meret wat minder. Maar hey, het is ook wel cool als je dan een jaar later en iemand anders is kampioen. En dan heb je weer... heb je nog die van... Oh my god, ik heb de Napoli is kampioen kaartjes, weet je wel. Dat is ook altijd wel even grappig. Maar wie komt eruit? Het is Kvaratskhelia weer. Met zijn sokken zo laag. Met zijn sokjes zo laag. Zo grappig. Wat een confetti, joh. Generic Economy Stadion op de achterkant. Wat een confetti. Wel cool. Ziet er wel echt heel cool uit. En dat was hem. Dat was hem voor die zaken. Dan ga ik hem proberen te fitten in mijn trollformatie. Dat is niet deze. Mijn trollformatie waar ik echt even heel goed op ga is deze. Welkom bij mijn trollformatie van holeplayers. Basically is iedereen een holeplayer. Dus iedereen duikt een gat in. Ook deze middenvelders duiken een gat in. Er de Paal en Robson. En dat betekent dat iedereen naar voren gaat. Maar de plot twist is nog verder. De plot twist is dat de twee centrale middenvelders hierachter, die staan op offensive. Dus die gaan ook hier helemaal voorin. Oftewel, je valt met 6 man aan. Maar ze staan ook op deep line. Oftewel, ze gaan ook heel diep staan om deze te supporten. En ja, Timber is natuurlijk super speedy. En we hebben de defensieve fullbacks achterin. Dat is gewoon zo trollerig. En dat doe ik met holeplayers only. Ook mijn hele bank staat vol met holeplayers. En nu hebben we dus weer extra holeplayers. Zelfs Dybala is een holeplayer. Sané is een holeplayer. Zaniolo is een holeplayer. Lampard is een holeplayer. Sabitzer is een holeplayer. Sabitzer wel inconsistent vorm. Dus wat we dan gaan doen. We gaan Sabitzer upgraden.
Ik weet niet hoe defensief Sabitzer is. Oh, valt mee. Iets meer engagement dan Baena. Maar Baena die is gewoon een stuk beter. Die gaan we upgraden voor Baena. En Ace komt er ook bij. Voor Zaniolo. Want Zaniolo kan ook alleen maar op AMF waar Leao staat. Maar Leao kan die ook spits? Ja, Leao kan ook naar de spits. Maar ja, dan speel je hem natuurlijk niet holeplayer stijl. En dat is hoe ik wil gaan spelen. We krijgen ook holeplayer Bruno Fernandes trouwens, gratis. En die is misschien wel even leuk om te gaan trainen, want dat is ook een holeplayer. En heel veel Bruno Fernandesjes waren box-to-box. Dus is wel leuk. Heel gek aan deze speciale kaarten is dat je zijn footprint ziet. Ik weet niet wat voor gekke voetenfetish Konami heeft. Maar ik keek ook even op Twitter. En ik keek naar eFootball. Nu moeten de Japanners raden bij welke footprint welke speler hoort. Eerst moesten ze dat raden met wat iemand had getekend. En nu moet je dat raden bij welke footprint hoort welke speler. Ik weet niet wat voor rare fetish dat is of zo. Like, waarom doe je de footprint van een speler op de kaart? En vinden wij dat als speler dan specialer of zo? Dat je echt denkt, wauw, oh my god, zijn voet. Dat is zijn voet. Dat is de voet van Bruno. In plaats van een vingerafdruk krijg je een footprint scanner of zo. Daar lijkt het wel op. Daar lijkt het heel erg op zelfs. Ja, ik vind dat een beetje raar. Ik weet niet hoe ik mij daarbij voel. En dan gaat dus de Japanse Twitter van, hoe heet dat? Even kijken, WE PES misschien? Heet dat nog steeds zo? Nee. E-voetbal. Geen idee hoe dat heet. Even kijken. Even kijken of ik dat kan vinden. Want het is echt ridiculous. Echt grappig eigenlijk. Het ziet eruit dat ik het niet kan vinden. Oh, hier. Hier. Kut. Ik kan hem alleen niet overkopiëren. Maar kijk, de Japanners moeten raden van welke voet wat is. Er komen dus 3 spelers uit met hun voetafdruk. En dan moet je raden van welke wat is. Heel veel mensen denken dat dit Alexander Arnold is. En dan gaan ze zo van, nou, en dat is Bruno, de middelste. De middelste is dus Bruno. Moet je fucking voeten gaan raden. En die voet, die geeft ook nog eens licht. Lijkt wel een soort Marvel superhero's dingetje. I don't even know. Anyway, we trainen wel even Bruno. We trainen wel even. Hij heeft gewoon even een goed voetje opgezet. Oeh, dan waren we 2000 XP kwijt. En deze Bruno is dus geassocieerd met puur Portugal. Een holy foot. Ja, echt zo. Nou is Bruno heel erg traag. Dus ik zou altijd zijn passing wat gaan nerven. Ik denk dat ik zijn passing echt meer dan genoeg ga vinden zo. Ook omdat dus dit maar plus 4 gaat. Dus ik wil dat sowieso boosten naar plus 8. Defending staat op plus 1 voor de agressie, geen idee waarom. Oh, defending. Ja, 70 agressie aantikken. Ik weet niet of dat nut heeft. Dribbling. Zou ik ook plus 8 doen zelf. Om dit toch iets meer te gaan boosten. Kunnen we dit niet plus 10 plus 10 doen? 77, 77 is al een stuk fijner voor mij. En dan die weer plus 4. Not bad though. Not bad. 4, 4, 8, 9, 10, 1. You know what? Doen we gewoon. We doen het zo. Boom. Bruno heeft ook een hole player kaart waar we wel wat mee kunnen. Maar ja, ga ik die meenemen? Leuk. Camavinga in B-vorm. Koundé in B-vorm.
Hebben we nog andere holeplayers? Laten we even kijken. Want ik wil dus player skills trainen aan spelers die ik... Oh, playing style, sorry. Ik wil nieuwe player skills gaan trainen, maar die moeten we wel verdienen. Even op overall rating. En dan zien wij in vorm Anthony. Xavi Simons is weer in A-vorm. PSV. Pellegrini is in B-vorm. Bruno dus in A-vorm. Oké. Okay. Dus eigenlijk is Bruno nog een van de vettere om mee te nemen. Gaan we die op de plaats van Leao doen? Ik vind Leao wel fijn omdat hij wat langer is dan de gemiddelde speler voorin. Maar ik denk het wel. Want Leao is niet in vorm. Dus Bruno komt erbij. Hij heeft one touch pass en long range shooting, Bruno. En hij houdt zijn oren dicht. En dan hoop ik dat we met iedereen mogen spelen. Het is een unlimited event. En dan krijgen we once again weer voor de eerste gelijkspel 1 skill trainer. Voor de andere 2 skill trainers. En dan gaan we ervoor. Yo, Lorinho. What up, what up, what up. Thanks for the support. I appreciate it. De 11 maanden. Dankjewel voor de aanhoudende support. Hoop dat je een leuke dag hebt tot nu toe. Wij gaan letterlijk zo spelen. Met alleen maar aanvallers. Het lijkt wel een beetje op een... ja, niet een kerstboom. Laten we daarop houden. Het lijkt niet op een kerstboom, informatie. Thanks voor de steun, Lorinho. Hope all is well. Always this supporta. Oh ja, het is hemelsvaart. Of hemels? Hemelvaart is het natuurlijk. Dus mensen zijn vrij. Ik wacht op een e-mailtje, maar die gaat waarschijnlijk vandaag niet komen. Ja, klinkt het goed, Julian? Klinkt de microfoon goed? Ik hoop het. Ik heb het nog iets getweaked met hoe het klinkt. Want ik had hem een beetje verkeerd getweaked bij mijn allereerste livestream met Hot Wheels eergisteren. Maar ik vind het ook goed klinken. Dit was altijd de droom voor mij. Dit was eigenlijk altijd de droom. Om op die manier in die stijl zeg maar te klinken. Ik heb ook flink mijn best gedaan, even met equalize en zo. But yeah. Ik heb ook een stuk meer ruimte hier, omdat de XLR-kabel komt niet uit de achterkant. Zie je dat? Bij die ander, ook omdat die naar beneden stond, dan had ik geen ruimte op mijn bureau. Nu heb ik heel veel ruimte op mijn bureau. Gewoon weinig de microfoon aantikken. Dat is zo super chill. En ik heb ook geen stroom door dit meer aan te raken. Want ik had echt op het moment dat ik ook maar iets aanraakte van de microfoon stroom. Al vanaf jaar 1 in 2016. En dat heeft deze. Dus dat is ook nog eens beter. Dus dan kan ik de kwaliteit leveren die ik wil. Zodat dat lekker aanhoort. Hopelijk goed aanhoort in je oren. Dat dat niet irritant wordt na een tijdje. En dan proberen we door te vechten. Ik ben al lang super blij dat je weer live gaat, Sander. Ja, we blijven doorvechten, Julian de Legerman. We keep on fighting. Zoals je ook hier ziet. Het kan altijd stoppen nog, hè. Je weet maar nooit. But I'll keep on trying. En het kan. We can keep on trying. Moeten wel nog meer voor opgeven. But we do. We will. Maar dat kan elk moment. Dit is een freaking peer-to-peer match uit Riyadh, Saoedi-Arabië. What the hell? Riyadh, ik ga geen peer-to-peer wedstrijd uit Saoedi-Arabië spelen hoor. Dat is mij veel te laggy. Veel te laggy. Mooi PES United shirt. Dit is geen PES United, dit is de PES Universe. PES Universe is basically... die eFootballDB heeft gemaakt. Dat zie je eigenlijk ook op eFootballDB. Kijk, PES Universe Podcast. Oh, je ziet dat niet. Kijk, je ziet hier in de hoek dat logo. Met die globe.
Ik word namelijk gesponsord basically door hun al jaren. En die geven mij ook shirtjes. Ik heb ook zo'n heel wedstrijdshirt van hun. Met Nienkempen erop. Of met Spooky erop. Volgens mij Nienkempen erop op de achterkant met nummer 9. En dan helemaal zo'n kitje in hun stijl, zeg maar. Dat is, was een van de grootste fansites van PES. PES Universe. En soms draag ik wel eens een shirtje van hun om hun nog steeds te supporten. Nou, we kunnen gewoon niemand vinden. De databases worden niet geüpdate. Alles gaat fout. Of overal is er eventjes wat minder. Iedereen is op vakantie. Ja, Darkhound, je bent een van de redders in nood. Zeker weten. And we keep on trying. Maar ik wil even de player skills wil ik unlocken. Waar kunnen we dat doen? Voordat ik moet eten zometeen. Ik denk, doen we even 2 potjes. Daarna moet ik eten, weet je wel. Dan hebben we in ieder geval even de review gehad. Gaan we vanavond weer even verder. Maar op dit moment... lijkt het erop dat niemand... maar dan ook niemand dit ineens speelt. Suddenly. Terwijl het een... Hey. Dit is... peer-to-peer op Moskou. Nou, ik ga een peer-to-peer wedstrijd spelen. Oftewel, ik ga connecten met iemand uit Rusland. Word ik dan ook gehackt? Ik kan niet meer wachten. De peer-to-peer is heel kut. Want dat betekent dat je dus letterlijk zonder server geconnect bent. Dus ik ben rechtstreeks aan iemand van Rusland geconnect. Maar fuck it. Ik wil gewoon de trollformatie doen. En ik wil gewoon even spelen. Anders zitten we hier morgen nog. And if it works, it works. If it doesn't, it doesn't. Zo simpel is het. Gaan we met Ace spelen? Holy shit, die heeft 96 dribbling. Ik ga Ace hier neerzetten. Die heeft gewoon 96 dribbling. Die heeft echt goede stats. Zelfs deze versie heeft best goede stats. Maar Alex Baena heeft ook goede stats. Die heeft 92 dribbling en snel. Zullen we Alex Baena doen op de plaats van R de Paul of... laten we dat. Hoe defensief is R de Paul? R de Paul heeft ook veel defensive engagement. Maar wel iets meer tackling. Oh, het scheelt verder niet veel. Alleen de engagement ben ik een beetje bang voor. We zetten ze er wel in. Dit is de allereerste wedstrijd voor Ace. Maar het is wel een peer-to-peer wedstrijd. En die kunnen ook gecheat worden. Ai, caramba. Maar als we gelijk spelen... dan krijgen we een player skill en dan kunnen we weer daar de roulette doen. En ik hoop dat ik de juiste player skills krijg. Ik wil bepaalde spelers upgraden. Het is 6 jaar geleden sinds eFootball / Pro Evolution Soccer begon op mobiele telefoon. En daarom is er helemaal zo'n special celebration. Kan je ook weer eFootballpunten verdienen en heb je ook Roberto Pires in de eFootballpuntenstore. Dus wil jij een legendary Pires halen, basically for free. Dan kan dat. Want je kan 5000 punten innen op de eFootballPoint website. En dan kan je meteen Pires halen. En dan heb je weer een legend. Robert Pires. Die heeft veel gedaan met Frankrijk. Goed zo, Timber. Oké, de peer-to-peer moet je nooit doen. Ik raad het meteen nooit aan. Zie je dat nou, hoe dat gaat? Wow, Ace kan echt goed connecten met de bal. Dat is wel echt fijn. Maar goed, wij overroelen deze guy met veel spelers voorin. Alleen, hij lagt hem zoveel. Ja. Moeilijk. Moeilijk met lag. Je moet echt een stuk eerder reageren. Nu hebben we hier R de Paul. En kijk de runs die er worden gemaakt. Dus hij kan verdedigen wat hij wil. Maar er is altijd wel iemand. Want er staan zoveel. Ik ben ondertussen al een aantal iemands aan het verzamelen die ik kan toevoegen in de chat. Als er zo 7TV in zit. Cool, kan jij die dan toevoegen? Is dat dan niet iets wat ik kan toevoegen? Of ik bedoel, hoe werkt dat dan precies? Of kunnen moderators dat gewoon dan toevoegen, zeg maar? Omdat jij moderator bent. Want dat zou ik heel vet vinden.
als ik je als editor toevoeg, kijk, snap ik. Wat was dat nou weer? Dat was raar. Dat zou ik heel fijn vinden, ja. You know what's populair. Oeh. Dit is zo laggy, man. Kijk dan, joh. Die uitloop. Ik kan niet eens Timbers zijn. Hij kan gewoon... Dit wordt moeilijk. Ah, je hebt dat al beschreven hoe je mij of hoe ik jouw editor kan geven. Netjes. Die kerel die paste naar iemand die niet vrij stond. Maar mijn verdedigers ten eerste kon ik niet selecteren. En ten tweede deed hij dus helemaal niks. Alles heeft een extra touch nodig. Ook daar Tomiyasu 3 extra touches. Oh, daar wou ik niet naartoe. Dat was ook echt gewoon weer die ultra zware aanname. Ik wou hem naar Ace doen, maar je ziet het hoeveel de holeplayers inlopen. Dat is net een bestorming van, ja, noem eens een leuk historisch event. De bestorming van wat? Zo, die Ace, jongen. Nou, ik kan dus gewoon niet pasen snel, hè? En dan lagt dat weer. De bestorming van Troje. Precies, dat lijkt net de bestorming van Troje. Ik heb hem al een paar keer kunnen pakken. Alleen ja, peer-to-peer wedstrijden. Ik weet het, ik heb het geaccepteerd. Dus ik weet dat het zo'n wedstrijd wordt. Ik kon niet kleren, hij wou hem er gewoon inlopen. Ik had al te ver voor. Oh, ik kan ook weer niet op pasen drukken. Maar Robson, die is een holeplayer die wel wat goede dingen kan. Ace ook wel. Ace loopt ook gewoon lekker door. Oeh. Normaal is de verdediging dus een stuk clearer. Want kijk, je ziet dus door de deep line gaat de pal helemaal achteruit. En ik heb genoeg holeplayers om in de tweede helft ergens hun te vervangen. Oftewel, ik heb superveel in attack en superveel in defense. En dat is echt een beetje gek. Waarom doet hij dat? Ik drukte hem niet om uit zijn penaltygebied te gaan. Dus dat is dan extra funny hoe dat allemaal uitschiet. Daar hoort dus echt een voetje tussen te kunnen komen. But it doesn't happen. Maar ja, om heel eerlijk te zijn. Ik heb dus een network tool aanstaan. En ik zie dat we over de 100 milliseconden ping hebben. Constant. Dus ja. Dat doet veel met een wedstrijd, I guess. 100 ms ping, dat wil je ook niet in een shooter. Bijvoorbeeld. Oh. Maar ik ben wel benieuwd of bij een peer-to-peer de ene helft de ene host en de andere helft de andere host. Of dat er maar echt één host is. Wat was dat ook voor tussenkomst? Nou. Nah. Zo! En dat is gewoon een doeltrap. Is dat niet een penalty? Ik wou hem even irriteren door toch even een goldscore, ook al speelt het voor gemeet. Dat duurt echt een uur. Ik wou in één keer schieten. Tijdens de paas van Johan Cruijff naar KK, daar naar beneden, drukte ik al op schieten. Om hem gewoon in één keer erin te knallen. Maar hij nam hem aan. Hij liep naar links. En daarna ging hij schieten. Zo erg delayed is het. Ik vind het zo grappig.
Maar goed, zoals je ziet, holeplayer, iedereen die komt en rent. En dat is echt cool. En die ace is echt een goede toevoeging. Ik weet niet hoe je dat eigenlijk zegt, zijn achternaam. Misschien zeg je wel Easy of zo. Ik heb zijn achternaam nog nooit in het Engels gehoord. Maar hij is echt een leuke toevoeging. Alleen, we willen ook Baena uitproberen. Dus ik ga Baena op de plek van de paal doen. De paal is wel fysieker, toch? Oh, ik heb nu puur Baena. Dan moet ik hier naar de paal. De paal heeft 65 jumping, 72 fysiek. Oh, dan is Baena iets beter zelfs in jumping. Never mind dan. Moeten we wel even hier naartoe gaan. Want dan moeten we hier offensive doen op Alex Baena. En dan moeten we hier deep line doen op Alex Baena. En dan gooien we zoveel mensen daarvoor, jongen. Dat is echt niet normaal. En dan hopen dat het niet een cheater is. De eerste player skill lijkt voor nu binnen te zijn. Het kan ook zijn dat nu de server op ons zit. Dus, of nou ja, de server. Dat wij de host zijn in de tweede helft. En dat het beter aanvoelt. Je weet het niet. Het zou ook een rager kunnen zijn. Ik deed een nepschot. Ik heb het alweer gejinxed, denk ik. Ik deed een nepschot. Dat is Baena. Dat is Ace. En dat duurde ook weer te lang. Ja, de delay blijft gewoon. Oh, Robson. Dit is Robson. Je weet waar Robson staat. En nu heeft hij daar ook last van. Eigen doelpunt. Zie je dat Robson en nu dan Baena daar dan weer overheen lopen? Dat is zo grappig en hij gaat weg. Huh, maar wat is dit voor rare weggaan? Het weggaan gebeuren gebeurt er... Nou ja. Hey, ik heb winst met Bruno Fernandes. Ik moet blijkbaar wedstrijden winnen qua objectives met Bruno Fernandes. Ja, ging nog best oké met delay. Blijkbaar hebben we objectives hier, om met Bruno Fernandes. Feature Bruno Fernandes en win. 30.000 XP. En ik moet ook Bruno Fernandes in tour events doen. En we krijgen bij 2 wins ook weer 30.000 GP. Dat helpt ons alleen maar weer voor die trainers, dus dat is goed. Oké, dus ik moet hem offline moet ik ook die Bruno Fernandes erin gooien. Nou ja, dat is niet erg. En we hebben dus een skill training program. Gaan we meteen checken wat voor skill het is? Oh, ik hoop echt op iets goeds. Dat kan zo erg spelers boosten. We gaan wel met Sandro Calejo. Eerste game gelijk een rager. Ja, maar dat is ook weer... Je wil ook wel weer plezier hebben. Maar ja, er viel misschien iets minder plezier te beleven dan in een wedstrijd wat wel normaal loopt. Ja, daar gaan we. Sorry. My team. Order of signing. Op hoop van zegen, goede skill. Op hoop van zegen, goede skill. First time shot, please. Oh, dit is een hele goeie. Ik heb nog steeds geen first time shot gehad. Hoe ridiculous is dat? Ik heb fighting spirit. Maar dat is wel een hele goeie. Want fighting spirit doet echt veel met de speler. Enables player to perform better under pressure and fatigue as well as adversity. Dat is echt heel fijn. Want ook als iemand under pressure staat, dan is hij accurater nog steeds. En fighting spirit wil ik bij best wel veel mensen, zoals je ziet. Dus dat is echt top tier. Ik denk dat ik hem KK ga geven, want ik ben KK aan het finishen. Ik heb hem nu ook true passing kunnen geven, wat ook echt super fijn is voor KK. Maar fighting spirit voor KK zou amazing zijn. Gullit, die heeft dat standaard al. Nakamura van de Marinos wou ik die ook geven. Ik wil ook Romario van Barcelona en Neymar van Barcelona dat geven. Dybala, big time. Die heeft super sub trouwens. Dus die moet ik even doorkrassen. Hij heeft fighting spirit. Tomiyasu heeft geen fighting spirit. Dat is ook wel chill. Maar ik denk dat ik eerst voor KK ga voor fighting spirit. Ja, dat wordt KK. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Ik ga KK fighting spirit doorkruisen. Want dat ga ik zien. Boom. Oh, dus dan gaan wij naar KK.
En dat is een 96-rated Braziliano. En die heeft dus deze player skills. En als we dan een legacy transfer doen van... Hoe heette die nou? Callejo. Niet Sombrero. Oh, niet Sombrero. Niet No Look Pass. Maar Fighting Spirit. Dan kunnen we 257.000 GP betalen. En dan hebben we heel specifiek de juiste skills op KK getraind. In de 5 slots dat je hem kan trainen. Waardoor die nu nog maar één ding mist voor mij. En dat is iets wat ik dus bij heel veel spelers nog moet. First time shot. Ja, ik heb nog nooit first time shot gekregen. En als je kijkt hoe vaak ik dat wil voor spelers. Ja, heel vaak. Ik wil Cruyff afmaken met first time shot. KK afmaken met first time shot. Gullit afmaken met first time shot. Maar ik krijg het maar niet. Ik heb nog geen enkele keer first time shot. Maar hey, deze week kunnen we nog 2 player skills verkrijgen. Door de volgende wedstrijd te winnen. Als we de volgende wedstrijd winnen, deze. Dan krijgen we 2 skill trainers. Dus heb ik nog 2 kansen deze week. Om de juiste skills te krijgen die ik wil. En dat gaan we nu doen. Dat gaan we nu doen. En vanavond dan zie ik wel wat we gaan doen. Of we e-voetbal gaan doen. Of wat anders gaan doen. Even kijken. Nou, lekker streamen hoe je eet, Darkhound. Geniet ervan. En eet smakelijk alvast zometeen. 9 doden in Italië. Holy shit, er zijn ook doden gevallen bij die overstroming in Italië. Ik baal echt dat de Formule 1 race niet doorgaat. Daar baal ik echt van. Welcome back, Lorinho. Het lichaam van een overleden vrouw werd bij het strand van Cesenatico gevonden. 20 kilometer van haar huis. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica zitten 50.000 mensen zonder elektriciteit. Ziekelijk. Een enorme hoeveelheid regen. In 36 uur viel er net zoveel regen als normaal in 6 maanden. Dat leidde tot zeker 280 aardverschuivingen. 400 wegen zijn geblokkeerd. Ziek. Ik weet het niet, maar volgens mij heeft Konami de servers uitstaan. En ik accepteer het gewoon. Ineens gaan we naar iemand die in Noord-Rijn-Westfalen woont. Deze guy komt uit Noord-Rijn-Westfalen, Duitsland. Ik kan gewoon zien waar hij woont, omdat het alleen maar peer-to-peer wedstrijden zijn. Ik vind het echt raar. Ik vind het echt raar. Waarom is alles dat? Nou, Alex Baena moet starten op de plaats van onze grote vriend. Dat betekent dat we offensive op Alex Baena doen. En we doen deep line op Alex Baena. Gewoon at the same time. En die ballen is in topvorm. Dat is wel heel fijn. Eze is in goede vorm en die vond ik wel echt chill. En Bruno op de bank mag ook voor die objectives. Dus dat is nice. Maar ja, het is wel weer een peer-to-peer wedstrijd. Het is heel raar. Normaal kom ik eigenlijk nooit peer-to-peer wedstrijden tegen. En nu is alles een peer-to-peer wedstrijd. Misschien hebben ze de servers gewoon uitgezet om alles peer-to-peer te laten gaan vanaf nu. Want er was iets resolved met een probleem of zo deze ochtend. Van dat wedstrijden niet goed afgemaakt werden. Dus ik denk dat alle wedstrijden nu peer-to-peer zijn. Ja, Bruno is op dit moment gratis. Een gratis Bruno Hall player krijg je. Ja, vanavond hebben we extra emotes via 7TV. Voor mensen die dat soort extensies hebben. Zodat je in ieder geval die emotes kan zien. Of de mensen die dat willen zien. Nou, ik ben benieuwd wat Alex Bueno kan doen. Kijk, meteen heb je daar Inaki Williams die er doorheen loopt. Dat is een overtreding. Op het moment dat ik de bal heb, loopt iedereen als een gek naar voren. Dat is zo eng en crazy, maar het is een trollformatie. Zo, Ace is ook een dikke penalty specialist. 89 penalties. Oké, okay, we gaan dit doen.
Komt-ie? Nu heeft hij mogelijk de rijkwijde niet als hij echt in het hoekje gaat. Dan kan hij die nooit bereiken. Omdat hij de hele tijd zo heen en weer gaat. Kleine keepercheck kan dat nooit bereiken dan. Met je Ali Reza 19. Oh. Daar gaan we. Kom op, pak hem! Ik wou net zeggen. Oh my god, ik mis hem gewoon met Inaki Williams. Ongelooflijk. Ik heb al 44 iemands bij elkaar gesprokkeld die in de top staan of bij mij bijgebleven zijn uit andere streams. Ja, gewoon even een beetje de general toppers. Wat doet deze? De dikke packet los. Ging even naar 122 ms tijdens dat. Waarom draait die? Waarom draait Paas deze? Dit is niet de Ali Reza die kan voetballen in real life. Volgens regio-president van Emilia-Romagna Stefano Bonaccini viel in 36 uur net zoveel regen als normaal 6 maanden. Dat is echt raar, man. Wel jammer dat de Formule 1 niet doorgaat, maar ik snap het wel. Dat is weer echt een crisis. Je wil niet in de Emiliano-Romagna Grand Prix gebied zitten. Dit is zo zielig. Zelfs al zou je goed verdedigen, dan zijn er gewoon te veel spelers die op je afkomen. Alleen maar holeplayers. We zijn alleen maar aan het holeplayen. Kijk, op het moment dat ik de bal heb... Kijk die Robson lopen daar door het midden dan. En nu loopt hij weer terug, omdat hij deepline. Dus dan is hij nu weer hier. En dan heb ik hem en kijk waar die loopt. Kijk, hij loopt meteen door. Oh, en dan paast hij alleen helemaal verkeerd. En Baena deed dat goed. En daar loopt hij weer, terwijl hij alweer terug aan het lopen was. Oh, dit was heel sad. Oh, wat doet deze? Meneer, wat ben je allemaal aan het doen? Die Duitse kaarten ga ik niet doen. Dat is een rehash van maanden geleden tijdens het WK. Je hebt Game Changing Pass pack. Je hebt Japanse Legends pack met Feyenoord Shinji Ono met Celtic Nakamura. En met een Santos Kazuyoshi Miura. En je hebt dus de rehash Matthäus Big Time Duitsland met Beckenbauer Duitsland en Rummenigge Duitsland. 3. Verder heb je een gratis packs die je ook kan verdienen. Maar ook eentje van krijg, maar die je kan verdienen met je versus com dingen. Wow, what the fuck? Oh. En dan kan je nog vaker die Napoli pack doen. En de Napoli pack is gewoon een celebration van... Hey, Napoli is kampioen. Napoli is kampioen confetti. De Napoli is kampioen. Let's put some confetti back. I'm so sorry. Dit is eigenlijk te trollerig. Het is iets minder stabiel achterin hoor. En ik zou ook vast wel wedstrijden wat sneller verliezen. Maar ik vind het zo trollerig spelen. Iedereen die loopt naar voren. Al die holeplayers. Allemaal dezelfde stijl. Wel goed geprobeerd door Ali Reza. En hij scoort zelfs. Netjes. Ik moet het echt gaan doen als ik niet in num-hum zit. The fuck? Wat betekent dat? In een hum zit. Oh damn. Suddenly krijgt hij
The Space. Dat is wel heel erg letterlijk gelopen. Best netjes tussen gezeten. Kaka! Ah, als je niet lekker in je vel zit, moet je dit echt gaan doen. Ja, ik weet niet of je er blij van wordt van het spelen van dit spel, maar als je daar wel blij van wordt, dan zou ik dat doen als je niet lekker in je vel zit. Dikke overtreding. Dat mag niet. Hebben wij een knuckleshotter? Nee, hè? Dat doen we wel gewoon een beetje gek. Oh! Oh! Paal! Palo! Lotto! Ja, ik wou al meteen pasen, maar het lukt niet. Oh, en die kon hem ook makkelijk pakken. Ik ben echt zo aan hard aan het trollen. Oh, hij mist hem. Oh, ik dacht dat hij hem zou zijn, maar hij vergat hem te zijn. Oh, ik ben zo hard aan het trollen. Overgeschoten. Nou, ik schoot hem op de lat en op de paal. Dat is nog niet over. Technisch gezien misschien wel een beetje, maar... Ach ja, deze persoon begint ook net aan de game. Hij heeft nog geen team en zo, maar... Maar toch, doet hij best lekker. Goed je weer zo te zien, man. Ja, ik vind dat ook heel fijn. Love it. We moeten wel een beetje voorzichtig allemaal doen. And we keep on trying en we zien het dag voor dag. But we are here. Tijd voor Dybala. Is ook nog eens een super sub. Maar ja, hij is in topvorm. Gaan we Bruno Fernandes even uitproberen? Maar ik vind die ace wel zo chill. Ondanks dat wij dus die nog betere ace niet hebben. Is dat misschien alleen maar chiller hoor. Dat we deze ace hebben. Want ik wil de collective strength zo laag mogelijk houden. Sané is ook heel leuk op AMF, maar dat is puur een AMF-player. En Bruno is ook puur een AMF. Oh nee, Bruno kan ook CMF, als we zouden willen. Maar Robson, die kan best goed verdedigen. En ik hou er wel van dat iemand een beetje goed kan verdedigen die nog all-player is. Dus... Voor deze wedstrijd doe ik zometeen wel Bruno erin voor Ace en Lampard erin voor Robson. Ook al kan Lampard het ook niet, maar die voelt wel wat sterk. Daar staan ze allemaal. Allemaal ready to run, zag je dat? Staan allemaal klaar. Daar ik tussen moet zitten, daar ook. Daar ook. Ben alleen maar door deze peer-to-peer aan het rubben. Gewoon even een beetje body-to-body aan het rubben. Het was buitenspel! Nou... Heb je ineens een litteken, Darkhound? Soms dan is het suddenly scars. What the fuck deed Tomiyasu daar? Daar zag je wat de delay dan doet met een speler. Maar goed, wie weet dat hij deze tweede helft dus wat minder lag heeft. Je weet maar nooit... Want er gaat echt zoveel langs de speler. Waar gewoon een speler kan intercepten normaal. Oh, best wel veel packet loss. Damn, die ballen voelt goed. Jezus, wat gedelayed.
Wow. Oh, damn. Kijk hoe defensief we dan is. Dat is zo ace, jongen. Ik wil daar helemaal niet naartoe. Oh, en die kan er makkelijk bij. Bijna. Die hoort er makkelijk bij te komen. Deze kerel die wordt helemaal gek van mij gepaas. Waardoor hij zelf helemaal raar gaat paas. Sorry bro, maar dat is een beetje hoe deze formatie is. Dat is echt super funny. Je kijkt hoeveel mensen hiervoor staan. Is dit een cheater? Ja, de wedstrijd is al geëindigd. Hij is al weggegaan. Wat een gekke manier van weggaan. Nou. Nah. Wat is dit nou? What is happening here? What is happening? Ali Reza's 19. Zou me niks verbazen als hij een cheater is, to be honest. Met de connectie. Maar hij is het niet. Toch? We kunnen player skills. Spanning. Player skills spanning. Ik heb het. Ah, ik heb de player skills spanning. Maar dit duurt wel heel lang. Oh, gelukkig. Het is geen cheater. En ik bedoel, ik dacht het mogelijk, omdat het de naam mij eerder voorkwam met een cheater die tegen mij had gecheat. Nou, weer 30.000 GP. Dat helpt voor die player skills, want dat kost 257.000 GP. We krijgen ook een contract renewal van de match pass. En dat is ook altijd fijn. Ook al heb ik daar nog niet zoveel nodig gehad. En dan gaan wij even wat spelers halen. Twee spelers gaan wij namelijk halen van de standaard spelerslijst. En dit keer gooien we het op Baltasar de la Rosa. Het zou zo fijn zijn als ik first time shot een keer krijg. Of one touch pass of zo. Van de spelers waarvan ik het echt wil. We gaan ook Thomas. Thomas Parry. Dan is Thomas erbij. Come on, boys. Bring me some luck. Fighting Spirit was al luck, maar ik wil meer luck. We hebben twee player skills. En op Baltasar de la Rosa hebben wij de player skill. Hier is hij dan. Semi-leuk. Semi-leuk. Heel trick is kan krachtig zijn, maar is niet wow, next level. Heb ik nog iemand die ik heel trick wil geven? Oh. Heel. Degene die ik heel trick wil geven was Zamorano, Inzaghi, Stoichkov, Nesta. Nou, niet veel. Ik heb niet bij veel mensen heel trick neergezet. Die laten we even in ons team. Nou, en dan is dit dan helemaal slecht zeker. De laatste player skill die je deze week kan verkrijgen. Tot maandag weer. Is. Told you. Voor de 1000ste keer Scotch Move. Ik ben echt van mening dat het wel weighted is. Dus dat er wel gewicht op zit. Ik heb al zoveel Scotch Moves. Als je nu naar een speler gaat die geen skills heeft. Behalve dan, laten we zeggen. Doe maar even. No look pass of zo. Wie had er nou no look pass? Deze heeft scotch move. Deze heeft flip flap. Die wil ik nog wel gebruiken. Flip flap. Die heeft scotch move. Die heeft low lofted pass. Die moet ik nog wel even aan iemand trainen. Low lofted pass. Rabona. Sandra Callejo heeft no look pass. Als ik nu hier een legacy transfer doe. Dan zie je hier dus alle spelers wat ze hebben. En basically kom je dan dus... Wow, dat is gek. Oké, dan begin je hier. En dan hebben we nu nog over flip-flap. Low-lofted pass. Scotch move. Scissor find. Scotch move. Long throw. Heel trick.
Rabona, Sombrero, Scotch Move, Scissorfind, Captaincy, Scotch Move. Ja, Scotch Move komt het vaakst voor. Weird. Fucking butterscotch move. Nou, ik kan hem ook nog even uitproberen. Speel voor in ieder geval één wedstrijd hier. Want ja, en dan ben ik heel erg benieuwd of we dan een serverwedstrijd krijgen of een peer-to-peer wedstrijd krijgen. Want ik kan nog één wedstrijd spelen voordat ik ga eten. Oh my god. Unbelievable. Ik krijg niet vaak, we hebben nog nooit first time shot dus gehad. We hebben wel één keer one-touch pass gehad, denk ik. Ik weet niet eens. Heb ik one-touch pass gehad? Zien jullie ergens hier one-touch pass doorgekrast? Volgens mij heb ik ook niet eens one-touch pass gehad. Ik heb nu wel aerial superiority. Even kijken. One-touch pass. Nee, oh wel. Ik heb Barcelona Romario de one-touch pass gegeven. Ik heb het nu één keer gekregen, ja. One-touch pass. Eén keer heb ik hem nu gekregen. Wat grappig. Niet elke speler hoef ik alles af te kruisen, hoor, maar... Sommige. Hey, dit is wel een serverwedstrijd. Nou, het bestaat nog wel. Ze hebben dat niet uitgezet. Dus je kan nog over de server spelen. En dan zou je net zien dat hij het niet accepteert of zo, weet je wel. Oh, hij accepteert het wel. Maar deze heeft een collective strength van 2368. Dat is toch helemaal niet goed? Daar walsen we weer overheen. Unbelievable. Daar walsen we weer keihard overheen. Bekerfinale vrouwen FC Twente PSV is bezig. Ah, Stekelenburg met pensioen. Had hij maar die bal van Iniesta tegengehouden. Nee, grapje hoor. Oeh, Inaki Williams. Kunnen we niet mee spelen. Dus wie zetten we daar? Wie zetten we in het middenpunt? Johan Cruijff zetten we in het middenpunt. Dan zetten we... Ace, die kan daar niet. Die kan er maar half. Bruno kan er ook maar half. Baena kan er ook maar half. Dus... Sané kan er ook maar half. Oh god. That sucks. Dus wat ik dan doe... is kijken of De Paul daar kan. En die kan daar. Dus ineens gaat Rodrigo De Paul naar voren. Dan doen we Baena daar. Ace of Bruno. We gaan Bruno wel doen. En dan zetten we Camavinga hier. Boom. Dan gaan we naar Individual Instructions. Zetten we Offensive op Baena. En zetten we Deep Line op Baena. Want dat, zo werkt dat. Boom. Even kijken hoe dat werkt. Is iets minder vloeiend voorin. Maar hey, ze lopen wel allemaal. Hey, Venom. Venom 3, 2, 1, Fneom. Fneom. How are you doing? How is it going? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Straks is hij wel supergoed of zo, hoor, deze guy. Want hij heeft wel spelers staan. Alleen het lijkt wel. Zag je dat? Tunk, 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 tunk. Dat was gek. Ze waren weer aan het rubben met hun huid. Dat is niet de bedoeling, hè? Maar dat is Bruno. Oh, god. We don't talk about him. Nou. Er wordt nu zo vaak... op de persoon gespeeld. Damn, deze gaat hem winnen. Zie je? Ik heb geen respons. Deze gaat hem zeker weten winnen, deze wedstrijd. Hij heeft echt een... het is geen wals. Hij heeft een slecht team, maar dat maakt hem juist... als je een goede speler bent, maakt dat je beter hoe slecht je team is. Alleen, mijn spelers die reageren ook niet, zoals je dus ziet. Waardoor je dus zo'n hele rare Camavinga boot moment hebt.
Ach, en dat turn ook niet. Maar we schieten hem er wel even in. Maar we moeten wel met twists en turns dat gaan spelen als we zouden. En onze speler moet dan niet zombie. Als je op zombie spelers gaat spelen, wat kan? Je kan daar letterlijk op spelen. Dan hebben we een probleem. Doet hij dat niet? Dan hebben we geen probleem. Nou, dit is zo raar. Ach, en dan gaan we daar overheen. We houden niks tegen. Oh, daar had hij makkelijk op kunnen pressuren, vriend. Kruif had daar ook makkelijk bij gekund. En hij kwam er ook bij. Alleen daarom was het zo raar dat die ene zo doorloopt dan. Boom. All players. Iedereen loopt en loopt en loopt en loopt en loopt en loopt. En dat is super weird. Ik wou trouwens veel sneller passen daar aan het eind, maar... A little bit of delay. Wow, Bruno. Dat was raar. Hallo? Wow! Wat een coole voorzetstijl heeft Baena. En KK heeft alleen nog geen first time shot, maar wel fighting spirit en alles nu. Is weer een stukje beter. Dat was cool. I like the shooting style van Baena. Baena went up in playing player ID. Mudrik. Geen idee waarom we dan zo meelopen. Oh, Bruno is wel echt kut. Bruno is wel echt kut qua houterigheid voor zo'n formatie. Ja, ik wil naar binnen. Hij schiet ook niet. Die kruin gaat letterlijk door zijn voet. Oh my god. What the fuck? Oké, dat was al helemaal niet te bedoelen. Het gaat ook door zijn voeten. Het is allemaal een beetje rare kwaliteit. De internet gewoon. Oh, wat mooi. Klaargelegd voor Robson, die ook inloopt. Met 6 man lopen we daar gewoon in het midden. True passing galore van hier tot Tokio. En Robson die schiet hem er heel mooi in. Het maakt echt niet uit waar ik tussen zit. Het zat er echt zo perfect tussen. Dankjewel. Midkip. Tegenwoordig in Gameface. Ja nee, Bruno ben ik nu al wat minder fan van. En hij is normaal nog slomer dan dit. Als je hem niet zo traint. Die andere spelers die lopen zo veel in. Maar in ieder geval voor zo'n formatie dan. Hè. Bruno liep daar wel heel cool overlappend. Oeh. Dit is zo pressuring voor elk team. Dat is echt niet normaal. En alsnog voelt het defensief best stabiel. Kut. Wow. Boom.
Hole players naar hole players naar hole players. Tiki-taka, tiki-taka, snel, snel, snel. Misschien wel een beetje meta dit. Gewoon met beide middenvelders ook hole players. Alles behalve de defensie is hole player. En begint dus meteen te lopen. Robson van links. Dan komt op dit moment Baena van rechts. Soms is dat Rodrigo de Paul van rechts hier. Maar die moet nu wat meer voorin. Is Eze ook een supersub misschien? Stiekem? Nee, dat is hij niet. Hij heeft wel pinpoint crossing en zo. Dat is wel cool. Inaki Williams is wel een supersub. En als je... Oh nee, is ook geen supersub. Nou, Dybala is een supersub. En dat heb ik hem getraind. En dat betekent dat als ik hem de tweede helft erin doe, waar dan ook, al is het nu hier dus helemaal voorin schaduwspits, dan werkt dat gewoon. Then that works. We hebben ook Leroy Sané uit de Play of the Week van vorige week. En dat is nu ook iemand die op AMF kan spelen. Alleen daar ga ik Eze neerzetten. En dan Lampard doen we ook nog op een gegeven moment voor Robson, denk ik. Moeten we even kijken. Maar ik denk het wel. Ja, ik denk het. We zien wel of hij gaat weg op een gegeven moment. Alleen Bruno die zat wat vast in de modder. Dus ik denk dat deze 91 Eze daar wat beter mee om kan gaan. Tomiyasu big time. Ook weer op een mooi plekje. En leuk, zie Julian. Emmet Hazimli. Zo heet hij. En dat is Timber. Volle defensie. En dan begint iedereen te lopen. Oh, ik wou in één keer paas. Mislukt. En dan begint weer iedereen te lopen. Oh, de tweede helft is delayed of zo. Want de first touch is echt ridiculous. Echt een ridiculous first touch. Wat is er aan de hand vandaag? What the fuck was dat? De spelers die herkennen de bal niet. Ze hebben niet het tempo van zeg maar waar de bal komt. De spelers zijn een beetje disconnected ervan. Zo, netjes. Iedereen weer terug. Op een gegeven moment krijg je ook een bank met echt 10 man. Alles werkt niet qua intercept. Heel apart. Timber die dan een matchup doet, maar de bal gaat soms gewoon door de voeten heen. Beetje gek allemaal. Maar daar gaat hij weer. Gaat hij er alsnog om vragen? Ja, hij gaat er alsnog om vragen. Duurt even. Daar komt de voorzet. En dan hebben wij de bal. En dan begint iedereen weer te lopen. Want hole player. En dan weet hij weer niet te pasen. Puur door delay. Ik wou al zo lang pas. Daar hebben we Timber. Wou ik weer in één keer, hè? Soms dan gaat hij in één keer, soms dan werkt dat niet. Dan hebben we Eze die even de trackback overheen gooit. Heeft hij niet, volgens mij. Maar oeh, dat duurde ook even te lang. Maar dat kwam omdat hij even last had van zijn positionering. Nou. Deze tweede helft is echt een stuk laggier. Dus misschien had hij daar last van. Echt een stuk laggier. En zijn spelers reageren even wat sneller op de bal. Maakt allemaal niet uit, toch? Boom.
Wel knap dat hij het volhoudt op 6-1. Want heel veel mensen die gaan niet weg. Of heel veel mensen die gaan meteen weg. En mensen die niet weggaan, die proberen nog een beetje hun spel te verbeteren. Te genieten van puur het potje voetbal. Veel te veel is op het resultaat gebonden bij sommige gamers. Vind ik zelf. Oh, deze wedstrijd heeft ook gewoon packet los. Piekjes en zo. Oh, wat een mooi gekiept. Oh. Oh. Ik kon daar niet op reageren. Oh. 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 Mijn begeleider is boter aan het smelten in een water. En die waterkan staat in een put met water op het gasfornuis. Nou. Ik ben benieuwd wat hij wil doen. Boom. Hij is wel vaker het rare Hansje. Het rare Hansje. Ja, ik heb geen wissels gedaan, maar ja, is ook niet echt nodig, hè. Wissels zijn niet echt nodig bij deze guy. Dat is wel een beetje gekkie. First time shot KK met zijn weak foot. Oh my god. Oh, dan moet die toch ook tussen zitten. Gaat er letterlijk door zijn lichaam heen. Zelfs autodefending gebeurt vaak. Maar ja, hij heeft een lagere team strength. Dus dat gebeurt dat niet. Recht tegen de paal van super dichtbij je. What the fuck is deze guy aan het doen, joh? Oh, hij weet wel hoe dat werkt. Dus hij kan dit wel. Nou, dat was hem. 7-1. Braziliaantje. Een Brazilianos. En we hebben 3 wins met Bruno Fernandes. Oh, kreeg je daar een trainer van of een skill trainer? Als er nog ergens een skill trainer zit verstopt, dan zou ik dat wel heel fijn vinden. Maar ik denk dat het gewoon een trainer is. Ja, 10.000 of 1000 XP trainer. Wow, nee, dat is van Match Pass. Nevermind. Dit was een 10.000 XP trainer, keer 2. En hier zit ook geen skill trainer? Nee. Daar zit ook geen skill trainer? Nee. Oftewel, we zijn door alle skill trainers überhaupt heen. Wat ik al wist, dat hadden we net al gezien. En verder kan je nu in de e-voetbal... Oh, niet in de e-voetbal coins shop, want dat is heel wat anders. In de e-voetbal points shop kan je nu Pires halen. Robert Pires. Legend, 5000. En je kan 5000 die voetbalpunten kan je fixen door gewoon op de website op een knopje te drukken. Op een knopje drukken. Best wel grappig voor op de flank. Ik denk dat je daar nog wel een leuke speler van zou kunnen maken. Hij heeft in totaal 9 levels. Die hebben nooit zoveel levels. En dan speel je gewoon met een legend in je team. Alright. Trouwens, Sander, ik merk dat ik echt geen motivatie heb voor Warzone. Dus ik denk dat ik je niet kan joinen ermee. Oh, dat hoeft ook al lang niet meer, hoor. Ik had al iemand voor Warzone. Maar dat is helaas veranderd. Het wordt geen Warzone meer. Mijn event op stream. Even kijken. Oh.
Dit was mijn Play of the Week vorige week. Ik heb Fofana... Hey, waar was Fofana? Oh, dat is een box-to-box. Ja, ik heb deze Fofana. Die vind ik fantastisch. Sorry, die hoort niet in mijn whole player. Gundogan is ook een hele goede box-to-box. Die versie. En Saniak vorige week whole player. Zijn hele goede versies van de spelers. Wat gaat het dan worden? Fortnite. Zero build. Warzone is te onstabiel voor het event. Want er is een event of zo in Warzone. Wat niet doorgaat. En daar moet ze op wachten. En private lobbies is ook heel buggy in Warzone. Dus ze kunnen dat event niet zomaar doen daar. Dus ja, dat ging allemaal fout. En nu wordt er gevraagd aan de creators. Ja. Of het Fortnite moet worden. Fortnite Zero Build. Nou ja, is ook gewoon een beetje op elkaar knallen zonder te bouwen. Dus zou kunnen. Ik zeg doen. En ik heb ook alweer een nieuwe teammate. Ik heb weer een nieuwe teammate. Dus ik ben ook niet op zoek naar een teamgenootje. Not in search of a teammate. Als het goed is... ga ik dat dan doen met Vaag Junior, de 26e. Maar dat was hem voor mij. Het is etenstijd. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Eventjes weer een verversing, want vorige week was ik hier niet. Want vorige week waren we eigenlijk gestopt, gewoon. Toen kwam er toch een doorstart. En nu zijn we er toch weer. En kunnen we toch weer alles gaan doen en de passie te uiten. En zometeen ook heel veel upgraden aan de livestream. Heel veel leuke dingetjes maken en dat soort dingen. Misschien zelfs tijdens de livestream. We hebben een microfoon waar ik hopelijk goed uit klink. Want het was duurder dan ooit. Het was bijna 2 keer zo duur als de microfoon waar ik normaal door praat. En I hope je weer eens te zien. Vanavond ben ik als het goed is live, maar ik weet nog niet zeker of ik dat met e-voetbal ga doen. Ik kan nog wel een avondje lekker wedstrijdje spelen, maar ik weet het niet zeker. Kan ook nog even iets anders zijn vanavond, dat ik ergens anders ineens heel veel zin in krijg. Dus we zullen wel even zien. Ik ga ook nog even wat dingen regelen ertussendoor, tussen de livestreams door. En ja, dan weet je een beetje waar je me kan vinden. Anyhow, voor nu, slaap lekker wou ik zeggen. Ik wou zeggen, eet smakelijk voor de mensen die gaan eten. Of wanneer je ook maar gaat eten. Ik ga nu eten. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Dankjewel voor de support. I really appreciate you. I really appreciate you all. So thank you. And see you next time. Bye bye. Oh my god, de koning wordt opgegeten! Nu zing je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpers. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen, hè? Oh, Jesus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! What? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je... Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Oh, hij komt wel. Loris, get out!
Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je door. What the hell? Daar gebeurt er niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Wat? Wat doe ik? Waar ben ik? Ah, wat? Huh? Wat ben ik? Oké! Okay. Nice. Ja, Rijnbouw! Het is een spel! Het is een oh. Oh shit! Wat denk je dat voor doen? Dat is insane! Hoe kunnen ze dat overstoken? No! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Oh! Kom maar, focus, hé! Nee! Wat? Nee! Au! Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.